Yo, wat up gasten, welkom bij deze hele speciale video Banje Movies, want vandaag ben ik jarig. Je ziet een paar slingers hierboven hangen, voor de rest zie je niet veel in beeld. Maar omdat ik jarig ben, dacht ik bij mezelf, ik maak een speciale video voor jullie, want ik ben vandaag 22 jaar geworden en het afgelopen jaar van de 21ste is zo bewogen geweest. Ik bedoel, ik ben nu niet meer op tv, ik ben gestopt met tv doen. En naast mijn tv-carrière ben ik ook heel veel gewicht verloren en was ik al vorig jaar mijn vriendin verloren, dus ik ben nu ook al een jaar single. Maar dat ik single was het afgelopen jaar, dat kon je gelukkig niet zien aan de 20 fucking haarstijlen die ik elke video had. Ik bedoel serieus, afgelopen jaar in elke Banje Movie of Banje Movies had ik gewoon een andere haarstijl. En nu wil ik niet zeggen dat dat gaat veranderen, nee, ik hou gewoon altijd ander haar in elke video. Dat is het leuke aan Banje Movies, wat voor haar in Pardo? Misschien is 20 haarstijlen al wel heel veel, maar het afgelopen jaar heb ik sowieso al heel veel gedaan. Het begon allemaal bij Veronica, presenteren. Vervolgens kwam daar de Gamescom in Keulen, dat we zelfs ruzie kregen met Zwarte Piet, heb ik op mogen nemen met de crew van Jackass en 3 dagen met motherfucking Johnny Knoxville gechilled. Daarna hebben we in december onze allereerste eigen minifilm opgenomen waarin we Zwarte Pieten afknalden. En vervolgens een half jaar geleden begon ik mijn eigen rapcarrière. Ik ben gaan rappen als de kerstman. Ongeveer 3 weken daarna was daar de allereerste Tube Date met al jouw favoriete YouTubers vanuit 1 grote studio. En die studio beviel mij zo goed dat wij 3 maanden daarna de eigen Banjo Studio hadden. En toen de Banjo Studio er was, kwam alweer de webserie van de 10 Doods met heel veel goede vrienden van mij erin. En vervolgens zijn we nu hier in juni met de WK-show waar gewoon 12 goede vrienden van mij in zitten. En met goede vrienden bedoel ik ook echt YouTubers-achtige goede vrienden. En dan is dit alles wat ik jullie nu vertelde zonder kranten, tv of gatherings. Voor mij was het oprecht een geweldig jaar. Misschien denk je nu wel bij jezelf, ja maar Bardo, je bent je gewicht verloren, je tv-carrière verloren, je vriendin verloren. Dat zijn toch 3 dingen die redelijk veel impact maken. En sowieso gewicht verliezen is altijd goed, dat is super. Maar die andere 2, serieus, het is een stapje terug naar YouTube wat ik heb gedaan en ik ben daar zo blij mee. Weet je, ik denk oprecht dat soms een stapje terug doen je 3 stappen vooruit gaat opleveren. Kijk naar mijn tv-carrière. Ik ben terug op YouTube en ik hou ervan. Wat mij het afgelopen jaar het meest was opgevallen is dat je heel vaak heel moeilijk kan herkennen waar het leven nou echt om draait. Vandaag ook, ik krijg allemaal cadeaus zoals deze eend. We hebben hier een belletje en we hebben hier bijvoorbeeld deodorant van Axe. Maar dat is leuk, alleen het zijn niet ideale cadeaus. Het rare is dat deze cadeaus er niet eens toe doen. Heel eerlijk, als je mij vraagt, Bardo, wat is dan het ideale cadeau op jouw verjaardag? Ik zweer het je, flikker mij op een onbewoond eiland met een beetje internet en ik ben gelukkig. Ik wil gewoon rust, ik wil voor mezelf. Ik zit nu al 5 jaar op rij, non-stop aan de Banje Movies. En ook gisteren word je 3 keer tijdens het eten aangesproken en ik vind iedereen oprecht heel erg cool. Alleen soms wil je gewoon rust, een klein momentje met je familie, heel klein en lief, en dat is er niet meer. Terwijl vroeger voor mijn verjaardagen veel, veel groter waren. Ik kan me nog herinneren dat ik mijn Skelter kreeg. Ik was er zo blij mee, of mijn Hercules pak. En ik weet ook nog dat mijn vader zo'n draaischijf aan me gaf waarmee ik potten kon bakken. Niet dat ik ooit potten wou bakken in mijn leven, ik zou wat anders doen met potten. Maar mijn ouders die gaven dat gewoon en toen ik klein was hadden die cadeaus zo ongelooflijk veel impact. Het rare is dat ik nu al die foto's eindelijk terugzie en ik besef me eigenlijk één ding zo goed. Dat ik na 22 jaar nog altijd mijn hoofdcadeau van mijn verjaardag nooit heb gezien. Het heeft me gewoon 22 jaar gekost om erachter te komen dat er één superbelangrijk cadeau is. Wat ik al die tijd al heb gehad. En daar draait het om. En dit klinkt heel cheesy, maar het is wel zo. Dat is gewoon je gezin. Ik ben zo godsegruwelijk blij dat ik in dit gezin ben opgegroeid. Met deze mensen om me heen. Dat mijn ouders mij de ruimte gaven om creatief te zijn. Dat mijn broers me af en toe de grond inschopten en vervolgens me weer toe gingen juichen. En dat we ook op vakantie konden naar de plekken waar we naartoe gingen. En dat mijn ouders mij hebben kunnen laten zien wat echte liefde is. En dat meen ik. Mijn ouders die houden zoveel van elkaar. En dat hebben ze ook gedaan met de kinderen. Ze houden zoveel van ons als kinderen. En die boodschap, dat stukje liefde, dat is het allermooiste cadeau dat ik in mijn leven heb gehad. En daar ben ik mijn ouders echt eeuwig dankbaar voor. Dat is mooier dan mijn Skelter, Hercules pak of mijn draaipotten schrijf. Echt waar. Ja, het is raar dat ik het nu pas besef, nu ik 22 ben. Maar dankjewel voor het allermooiste cadeau. Latertje.